Hallo, ik ben Maurice Luiten. Ik ben 15 jaar en mijn hobby is filmen, dus daarom doe ik hier mee met film. Goedemiddag iedereen, welkom op Kunstbende op de categorie film. En dan zullen we maar meteen overgaan naar de eerste film van deze namiddag. Dat is een film van Maurice Luiten en de film heet Voor. Mijn filmpje gaat over de kermis in mijn dorp en over hoe dat mijn hele dorp opleeft in die 3 dagen dat kermis is. Ik heb vorig jaar ook al meegedaan met Kunstbende in Antwerpen. En daar ben ik 2e geworden met een filmpje, eigenlijk een fictief filmpje over dat de wereld al was vergaan. Maar dit jaar doe ik mee met een filmpje over de kermis hier in Turnhout. En ik ben wel benieuwd. Ik denk niet dat ik ga winnen dit jaar, omdat ik al een beetje concurrentie weet en denk dat die toch wel groot is. Maar ik hoop wel op een podiumplaats straks. En ik vind ook, als ik op dat podium dan ga staan, dat is wel een heel spannend moment. Daar kijk ik nog wel naar uit. Hier bij Kunstbende zijn eigenlijk superveel mensen die daar ook allemaal bezig zijn met dezelfde dingen die ik tof vind, zoals film of fotografie. En hier heb ik dus ook al heel veel vrienden leren kennen. En Kunstbende heeft hier ook veel kansen om later in die categorie film of zo verder te gaan. En om daarmee door te werken. Waar zou je willen dat je film wordt uitgezonden? Het liefst in Cannes, oftewel op een Berlinale. Welke tegenkandidaat mag winnen? Bjorn. Hoe lang heb je aan je project gewerkt? Een avond filmen en dan een paar avonden monteren. Doe je volgend jaar opnieuw mee? Zeker. Wie was de winnaar van categorie film vorig jaar? Geen idee. Waarom moeten anderen meedoen met Kunstbende? Omdat het super plezant is en veel kansen geeft.